Mijn moeder gaat dit voor mijn vader maken, want mijn vader die knoeit nog wel eens. Ja. Zo scherp. Nou, dit is die lekkere appeltaart die mijn moeder gemaakt heeft. Ik heb dit geld allemaal gekregen van voor een verjaardag. In totaal 60 euro. Film dan. Waar filmt hij jou? Hij doet het. Waar? Move. Wiebigen. Auw. Super voor deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag dinsdag 1 januari. Normaal gesproken start de weekvlog op maandag. Maar ik heb. Ik kreeg de griep in één keer. Op de dag van mijn verjaardag kreeg ik in één keer de griep te pakken. En heb ik er gisteren maandag, de 20ste, de last nog last van. Gisteren eigenlijk zeg maar. Had ik er ook nog last van. En toen heb ik ook nog een flink oude geziekt en alles. En ik merkte gewoon mezelf dat ik helemaal niet lekker was. Want ik had nergens geen zin in. Ik lag liever te slapen dan wat te doen. En ik was gewoon niet mezelf, zeg maar. Normaal gesproken zou ik dan heel graag vloggen of vlogs kijken van anderen. Of iets anders doen. Maar ik had daar vandaag, gisteren en zondag niet zo heel veel zin in natuurlijk. Zondag ben ik even met tegenzin in de avond nog even naar de winkel geweest om even dingen te halen. Maar ja, uiteindelijk is het niks geweest. Toen ben ik al iets van rond een uur of iets voor 9 of zoiets gaan slapen. Gaan douchen en toen naar bed gaan. En ja, was het gewoon over eigenlijk. Het is vandaag woensdag en ik heb vandaag gewerkt. Het ging op zich heel hartstikke goed. Niks te klagen. Het ging hartstikke goed. Nadat ik even weer ziek was geweest. Ik had het koud. Ik moet steeds mijn vlogcamera opladen, die is nog steeds leeg. Die ga ik dus ook straks even erin gooien. Mijn neus zit nog wel dicht. Alleen lijkt het of het minder is. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Want dan kan je het zeggen dat het lijkt minder. Maar daarna bijvoorbeeld dat het weer erger wordt. Alleen waar ik vandaag wel tegenaan liep is hier op de woning. Gebeurt de laatste tijd. Dat is dat er bepaalde dingen niet gebeuren. Er zijn bepaalde huisgenoten die weer niet hun dingen goed opruimen. En kijk, ik was afgelopen paar dagen ziek. Ik moest maandag de badkamer doen. Die heb ik dus niet gedaan. Die is nu vies, weet je. Die wc is nodig, dat heb ik gezien. Maar ja, ik kan hem wel even niet schoonmaken, daar niet van. Maar ja, ik ben natuurlijk net ziek geweest. En ja, ik ben natuurlijk een beetje beter aan het worden. En ja, ja dus ik heb vandaag ook even boodschap gehad voor school morgen. Drinken en zo. Ja, dat heb ik wel nodig voor morgen. Morgen heb ik ook weer een Nederlands examen staan. Ik hoop dat ik nu wel goed slaap. Dat zal wel niet. Want ik had de afgelopen nacht echt beroerd geslapen. Ik ben heel vroeg mijn bed ingegaan. En als iets tegen 6 of zo ging ik gewoon zo snel mijn bed in. Was toen ook dat ik hoofdpijn kreeg. Dus toen moest ik dus wel. Kut, ik ben beneden en nog plastic. Ik kan meteen wel boeien. Ja, soms loopt mijn hoofd gewoon over op de bepaalde momenten. Dat kan ik ook niet doen. Ja, ik ben 24. Dus ja, hè. Ik begin nu al langzaam al aan geniel te worden. Ja, soms vergeet ik gewoon dingen echt. Dat is echt. De kleinste dingen vergeet ik al, weet je. Zo erg is het al. Dus ja, ben je nog geen 20, bereid je me voor. Of ben je al 20, bereid je me voor. Want je gaat langzaam maar echt naar merken. Dan ga je echt de berg afwaarts hoor. Begin je steeds meer dingen te vergeten. Dus als je ouders tegen je zegt. Ja, als je 20 bent, dan begin je langzaam af te takelen, weet je. Dan moet je denken, achter zo'n geintje. Nee, dat is echt zo. Ik dacht ook van, ja, zal wel. Maar dat is dus echt zo. Want dat merk ik nu aan mezelf. Dat ik gewoon dingen vergeet. Het is vandaag donderdag 23 januari. En ja, ik heb vandaag mijn schooldagje erop zitten. Ik heb examen gehad. En dat examen was echt een scheidexamen. Nee, helemaal. Die was veel erger dan die van vorige week. Vorige week was het wel dat het meeviel. Maar nu was het echt een scheidexamen. Want iedereen vond dat. Want het leek echt alsof het een eeuwigheid duurde. Dus ik hoop dat het goed is. Van dit examen krijg ik over 2 weken de uitslag. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Ik heb er echt een uur de tijd voor genomen.
Dus ja. En ja, weet je, ja, het was echt een heel erg lang examen. Je had heel veel dingen die je moest lezen en dan moest luisteren. Je had een fragment ook die je moest luisteren en dat duurde echt 8 minuten. Wie gaat er nou in hemelsnaam 8 minuten luisterfragment zitten luisteren? Kijk, als je de radio hebt aanstaan en je bent dan dingen aan het doen, dat is anders. Maar dan je echt gefocust ernaar moest luisteren, dat is echt wel, weet je. En ja. Ja, ik heb vandaag ook een toets gemaakt van wiskunde. Ik hoop dat die goed is. Zal wel niet, want wiskunde is niet mijn goede vak. Overigens, rekenen al helemaal niet. Ik ben wel bezig om naar te kijken of ik leer problemen met rekenen heb. Heb ik waarschijnlijk wel. Daar ben ik naar onderzoek aan het twijfelen of wel van wel of niet. Weet je, dat zitten aan bepaalde dingen die ik wel kan. Bepaalde dingen weer niet. Ik score 1 F en geen 2 F. En ja, dat is wel een beetje raar, want ik ben 24 en ik hoor het eigenlijk te kunnen. Kijk, ik heb gewoon een leerprobleem waarschijnlijk. Weet je, dan kan ik dus ook niks doen. Maar wat ik wel kan, als ik onderzoek heb gedaan, kan ik hulpmiddelen krijgen bij een examen of een toets of iets met rekenen. En dat is hartstikke fijn, en dat zou ik wel willen. Ik kan gewoon mijn diploma halen. En dan hoef ik niet afhankelijk te zijn van mijn leerprobleem. En dat ik daar geen diploma kan halen. En dat ik eeuwig een simpele baan moet gaan blijven doen. Weet je, zo. En dat wil ik niet. Ik wil doorgroeien. Ik wil verder. En ja, weet je. Het heet dat je zelf het blijft doen tot je pensioen is. Dat zie ik mezelf zeg maar niet doen. Ik wil wel werken in de winkel. Dat wil ik wel gewoon blijven doen. Ik vind dat persoonlijk zelf leuk om te doen. Omdat je gewoon goed leuke contacten hebt met mensen. Je leert mensen ook kennen. En ja, dat is het leuke. Je kan mensen weer blij maken met een glimlach weer naar huis sturen. Dat is wat leuk. Nou, ik zit hier bij de Albert Heijn te wachten op mijn moeder, want we gaan zo even boodschappen doen hier op mijn werk. Voor mijn verjaardag die ik nog ga vieren. We zijn even naar Wageningen geweest, naar de stad. En dat heb ik niet gefilmd, maar we zijn daar geweest. We hebben daar hoesje gehaald van mijn moeder. Mijn vader heeft iets met zijn telefoon gedaan en er was iets. En ik heb broodje bij Bakker Bart gehaald. Verleer Amerikaan, die belegde. Dan zat ik weer naar huis en dan, ja. Nee. Dat is van de Jumbo, de concurrent. Nou, wat je kan doen, mam. Wat? Nee, neem hem gewoon mee. Ik doe een flesje in mijn pakjetas. Hier nog een voetbalplaatje, denk ik. Nou, dat neem je niet mee. Ik had er nog een paar op de groep liggen ook nog. Maar die heb ik vergeten mee te geven aan je. Ja, komt wel een keertje. Komt volgende week wel. Maar het mag Giet zeker heel vaak om vragen. Maar Juri en Tico sparen die ook, hè? Ja. Nee. Maar Mariet liep langs. Oh. Niet te zien. Hij liep op pad hiernaast. Zullen we eerst aan de frisdrank zo doen? Dan gaan we toch hier dichtbij. Ja, maar dit is wijn, ja, en zo. Ja. Frisdrank staat ergens anders. Ja, maar ik. Ach, Tommy, wat is er nou hier? Nou, het is nu nog 6:15. Ik ga zo even douchen. Dat is er wat moet gebeuren. Ik ben nu dus met mijn ouders gewoon lekker thuis. En we hebben vandaag boodschap gedaan. En we hebben best wel veel statiegeld ingeleverd. Hebben jullie gezien. We hebben iets van 14 euro aan statiegeld. Maar ja, ik heb statiegeld vaak over. En ik gebruik het heel af en toe. Maar hoe vaak ook niet. En dan blijft het best lange tijd staan. En nog even wil ik er van af.
Mijn moeder gaat kijken vanavond of ik snurk. Want ik ga vannacht bij haar slapen. En want de KNO vroeg laatst of ik snurk. Ik weet dat niet, omdat ik zelf zeg maar niet weet of ik snurk. Want ik zelf niet horen. Dus dan gaan we moeder nog even naar kijken. Kijken of ze het hoort of ik snurk of niet. Aangezien ik best wel moe ben ook. Ik denk dat het wel misschien zal gebeuren. Ik heb geen flauw idee. Het is vandaag zaterdag en de 25e januari. En vandaag vier ik mijn verjaardag. De vorige week nog was ik op zondag jarig. Dus daarom vind ik dit weekend vandaag mijn verjaardag. En ik ga me zo aankleden. De pyjama uit en mijn kleren aan. En ik heb vannacht bij mijn moeder geslapen. Mijn moeder zei dat ik niet gesnurkt heb, dus dat is een voordeel. Maar mijn neus zit wel gewoon dicht, dus ja, geen idee waarom het eigenlijk. Ik heb hier twee lekker schattige meisjes op mijn kamer liggen. Ja, ik sta een beetje in het licht. Een spookje. Hey, en is Misty. Misty moet binnenkort naar de dierenarts, want ze heeft een heleboel klitten zitten hier, hoor. Ze gaat er niet aan zitten, want dat vindt ze niet prettig. Want dat is een beetje zeer, hè? En ze likt niet veel en daar krijgt ze klitten. En ze heeft last van een ondervacht, daarom likt ze ook zo veel. Mijn moeder gaat dit voor mijn vader maken, want mijn vader die knoeit nog wel eens. Dan gaat mijn vader en gaat mijn moeder dit doen voor mijn vader. Kijk eens hier. Ja, ja. Ik heb nu net visite gehad, dus we zijn visite onderweg kregen we net te horen. De overbuurman Gerrit is geweest en ik heb voor hem het volgende gekregen. En dat is namelijk dit kaartje met geld erin, een briefje van 10. En dit staat erin en vervolgens heb ik ook dit van mijn ouders gekregen. Een bol.com cadeaukaart met 10 euro ook. Zal ik die sokken ook filmen? Ik heb ouderwets gebreide sokken aan. Ja, dan hebben ze zeven gebreide sokken van mijn oma. Nou, ik heb ouderwets gebreide sokken aan. Die door mijn oma zijn gebreid voor mijn moeder. En ik heb koude voeten, ik heb geen sloffen bij. Dus en dan die zitten lekker. En zitten lekker. En je mag van mij nog een paar mee hebben hoor. Die heeft meegemaakt. Hoezo? Uit de sloffen Wageningen. Deze kan je dan thuis gebruiken. Ja. Zie je wel scherp. Nou, dit is die lekkere appeltaart die mijn moeder gemaakt heeft. Twee. En nog een kwarktaart ook. En cake. Film dan. Waar filmt hij jou? Hij doet er. Waar? Move. Wiebige. Au. Nog een keer. Bonnetjes waren van de vijfmaat. Die bonnetjes is al zo oud als een mot. Ja. Ik heb dit geld allemaal gekregen van voor mijn verjaardag, in totaal 60 euro. En ja, daar had ik hier dus een kaartje van mijn oom en tante uit Oosterwijk gekregen. En dit dan met confetti van Brabant gekregen. Het is vandaag zondag. Ja, ik dacht dat het nog zaterdag was. Het is vandaag zondag. Ik ben net wakker. Ik heb lekker van mijn moeder een lekker smoothie gekregen. En zij is precies hetzelfde. Of het uit de lach van Brabant. Ja. Gelijk kijken of die kraan goed dicht is. Doe maar. Heb je de kraan goed dichtgedraaid? Nee. Want het bekertje stond vol. Ik ben heel erg boos. Wie dan? Noah. Wat? Waarom heb je een zakje in? Dat heb je gedaan, dat doe maar even. Waarom is Noahtje boos dan? Huh? Waarom is een mooie meid noemen.
Ja. Maar mam, Miss en Noahtje is... Je vindt het niet leuk dat Lola... Want is Noahtje lag op de kamer bij mij. Ja. Op bed. Ik zit Noahtje aandacht te geven. Lola komt de kamer binnen. Gaat op bed liggen vervolgens. Bij Noahtje op bed dus. Ja. Noahtje vindt dat niet leuk. Die loopt weg. Ja. Dus ik zeg tegen Lola. Ik zeg bedankt hè. Ik zeg... Noahtje vindt dat niet leuk. Nee, je avond komt er. Het is nu ietsjes later. Het is even kijken. 17:30. En ik heb net met een huisgenoot zitten appen en alles over van alles en nog wat. Want er spelen wat dingen. Hè? En ja, dat. En we praten gewoon met z'n tweeën ook gewoon. Mijn opa is beneden, maar waarom ik nu boven zit, ik heb er even behoefte aan. Want ik merkte straks dat het mij een beetje te veel werd. Dus ja, ik zit er boven. Ik ben nu gewoon nog steeds bij mijn ouders. Normaal gesproken ben ik al deze tijd op einde weg in Wageningen. Maar nu ben ik nog bij mijn ouders. Omdat ik morgen pas terug ga. Omdat mijn opa er nu is, ga ik morgenavond pas terug. Ook rond na etenstijd zoiets. Morgen moet ik wel gaan werken van 6 tot 1. Daarna heb ik echt weer dat ik vrij ben. Dan gaat de tijd best wel snel, want dan ben ik een paar uurtjes nog in Renkum en dan ga ik weer naar Wageningen toe. Daarom pak ik morgen als ik uit mijn werk kom gelijk mijn tas in. Want dan hoef ik dat niet meer te doen als ik klaar ben met eten vandaag morgenavond. En dan hoef ik ook niet meer te haasten. Maar wat ik wel had is, ik sliep een paar nachten met mijn moeder en op bed, in bed. En op een gegeven moment, vannacht... Oh, ik ging slapen gisteravond. Toen kreeg ik lopende nacht, kreeg ik een nare droom. En toen riep ik wat of zo. Toen zei mijn wat is er? Ik denk, ik heb net een rare droom gehad. Zo. Ja, dat heb ik wel eens vaker. Wat dat is, heb ik er geen flauw idee van. Maar ja, ik heb daar eerder gezegd geen flauw idee van. Waarschijnlijk een nachtmerrie of zo. Weet ik veel, dat heb ik... Volgens geregeld vaker eigenlijk. En hoe dat komt, I don't know. Ik ben het is het bijna 9:45. Ik ga zo naar bed. En morgen moet ik werken. Dus voor mij morgen maar een paar minuten rijden naar mijn werk. Dan ben ik er alweer, dus mijn werk. Moet tot 1 uur 's middags werken, van 6 tot 1. Daarna ga ik met mijn moeder even boodschappen doen. En als ik dan vanmorgenmiddag terug even boodschappen doen met mijn moeder, dan ga ik even mijn tas weer inpakken. Want morgenavond ga ik weer terug naar Wageningen. Ja, eigenlijk was dat eigenlijk het een beetje. Ik ga lekker in bed. Dus ik wil jou in ieder geval dus bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk een duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet die onderop een knip te abonneren. Druk even op het belletje. En ja, zie jullie volgende keer bij een nieuwe weekvlog.